Kate Middleton, de prinses van Wales, verblijft al sinds eind december in het ziekenhuis na een geplande buikoperatie waarbij complicaties zijn opgetreden, volgens journalist Conga Kalea, die informatie heeft verkregen van een bron binnen het koninklijke huishouden. De situatie wordt als ernstig beschouwd en het paleis zal binnenkort meer informatie vrijgeven over de gezondheidstoestand van de prinses. Kate moet nog minstens twee weken in het ziekenhuis blijven en zal haar publieke taken pas na Pasen hervatten. De reden voor de operatie is niet bekendgemaakt. Kensington Palace heeft bevestigd dat de operatie succesvol is verlopen en vraagt om privacy voor Kate. Ondertussen staat koning Charles ook een operatie te wachten voor een vergrote prostaat. De details hierover zijn nog niet bekend, maar het lijkt erop dat er medische uitdagingen zijn binnen de koninklijke familie. De gezondheidstoestand van zowel prinses Kate als koning Charles wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Het is een zorgwekkende tijd voor het koninklijke huishouden en het publiek kijkt uit naar verdere updates over hun herstel. De nadruk ligt momenteel op het bieden van de nodige rust en zorg aan de leden van de koninklijke familie tijdens deze medische situaties.